Wat zijn pronouns en hoe gebruik ik deze? Pronouns, of voornaamwoorden in het Nederlands, zijn woorden die gebruikt worden om naar mensen te verwijzen zonder hun naam te zeggen. Ze zijn van belang voor inclusieve communicatie en het respecteren van iemands genderidentiteit. Hoe je deze gebruikt varieert per persoon. Jouw perceptie en iemands uiterlijk vertellen niet wat iemands genderidentiteit en diens pronouns zijn. Hij/hem verwijst naar een mannelijk persoon. Hij gaat naar de winkel. Zij/haar verwijst naar een vrouwelijk persoon. Zij heeft haar pen verloren. Genderneutrale pronouns zijn hen/hun. Bijvoorbeeld, ik sprak hen gisteren en hun mening was interessant. Die diens. Bijvoorbeeld, die is diens jas vergeten. Deze pronouns kunnen onder dezelfde noemer vallen en worden gebruikt voor non-binaire personen of in situaties waar je iemands geslachtsidentiteit niet kent. Het is aan jou om te vragen wat diegene prefereert. Genderneutrale pronouns zijn niet voor iedereen. Een trans vrouw of man wil bijvoorbeeld vaak wel dat je zij of hij zegt, omdat ze zich identificeren als man of vrouw en het bevestigend is voor hun genderidentiteit als de mensen om hen heen hen ook zo noemen. Pronouns zijn belangrijk om mensen te erkennen zoals ze zijn. Het vermijdt onbedoelde kwetsingen en het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Vraag naar iemands pronouns als je ze niet kent of deel jouw pronouns met anderen. Welke pronouns gebruik jij?